Ik ben in 1981 geboren, het jaar waarin CHT in de hielprik zat, voor het eerst. En ik was ook de eerste in het ziekenhuis in Eindhoven waar ik geboren ben, die uit de hielprik naar voren kwam met CHT. Mijn ouders was natuurlijk een heel erg grote schok. En zeker in die tijd toen ze nog heel weinig over behandeling konden vertellen. Mijn moeder heeft heel vaak verteld, we moesten je naar het ziekenhuis brengen, daar kreeg jij een ziekenhuiskleedje aan. We kregen een tasje met kleren mee naar huis en ik ging op jouw kamertje zitten en ik dacht, dit was het. Ik lever mijn kind in, die zie ik niet meer levend terug. Dat vind ik ook wel heel verdrietig als ze daarover vertelt. Maar gaandeweg merkte ze dat ik me eigenlijk best wel normaal ontwikkelde. Ik kan van mijn kindertijd weinig herinneren dat ik echt zelf bewust was dat het anders was. Ik wist dat ik naar het ziekenhuis moest, bloedcontroles en lengte, gewicht bij de kinderarts. Maar verder, en dat ik elke dag die tabletjes moest, maar verder heb ik daar heel weinig bewust van meegemaakt. Ik denk eigenlijk vanaf mijn 16e dat dus me op gaan vallen. Dat ik op mijn 16e begon te merken, ik ben vermoeid, mijn spieren lijken soms een beetje slap aan te voelen. Maar de huisarts deed dat af als dat zal wel bij de leeftijd horen. En ik leer nu eigenlijk pas dat dat met CHT misschien verband houdt. Ik kan niet in mijn kindertijd herinneren dat ik merkte dat ik ergens last van had. Mijn moeder zei altijd dat ik een slechte concentratie had en dat ik elke vlieg voorbij zag komen. Herinner ik me helemaal niks meer van. Ik was houterig bij gym. Maar ja, is dat CHT? Mijn ouders zijn ook niet bepaald heel lenig of acrobatisch. Dus ik kan me daar niet echt. Ik kan niet herinneren dat ik me anders ontwikkelde dan andere kinderen in mijn omgeving. Ik heb eigenlijk een hele normale schoolloopbaan gehad. Uiteindelijk nooit blijven zitten. Op de basisschool was het goed geweest. Op het VMBO had ik het bijna verdiend omdat ik met mijn pet ernaar gooide. Maar ja, ik ben alles in één keer doorlopen toch uiteindelijk. Mijn volwassen leven gezien, ik denk dat dat voor veel ouders ook fijn is om te horen. Ik heb zelf twee kinderen gekregen die helemaal geen schildklierproblemen hebben. Ik ben op een natuurlijke manier zwanger geworden. Bij de eerste duurde dat een jaar. En toen ik bijna dacht, laten we naar een dokter stappen, werd ik zwanger. Bij de tweede was ik na 3 maanden aangeteld. Ik had geen idee dat instelling daarvan invloed op was. Dus dat kon me mentaal ook helemaal niet beperken of gek maken op dat moment. Ik heb twee hele normale zwangerschappen gehad. Ik ben bij de verloskundige onder controle geweest. Ik ben 2 keer thuis bevallen. Dus wat dat aangaat, 2 hartstikke blakende gezonde kinderen. Die nu inmiddels 16 en 14 zijn. Dus dat kan allemaal gewoon heel normaal en gezond verlopen. Ik had wel eerder willen weten dat nou, energie bijvoorbeeld toch wel vaak een ding is wat ik ook bij anderen hoor. Sneller moe, moeilijker herstellen van drukke periodes. En dat herken ik wel heel erg bij mezelf. En ik ben nu 42 en ik begin nu eigenlijk pas daar een beetje rekening mee te leren houden. Omdat ik nu besef, ja, als ik mijn tabletjes heb ingenomen en ik heb een drukke dag, is dat waar ik het mee moet doen. Terwijl normaal een schildklier dan misschien dus ietsje meer geeft. Dat gebeurt bij mij niet. Ik laat er niks om. Maar ik realiseer me wel dat ik na een hele drukke dag, de dag daarna, het gevoel heb alsof ik door een vrachtwagen overreden ben, zeg ik altijd. Dus een heel zwaar lijf en een wattig hoofd hebben. Echt moe zijn. Ik denk dat er wel andere ziektes zijn die een veel grotere beperking met zich meebrengen. Of die je echt beperken in je dagelijks bestaan. En daar vind ik dat CHT voor mij in ieder geval niet doet. Ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk, maar. Ik kan een heel normaal, fijn leven leiden met CHT. Ik moet gewoon goed opletten dat ik elke dag die tabletjes pak en dat ik bloed prik, in ieder geval 1 keer per jaar. En als ik het idee heb dat het even niet goed zit, even wat vaker ter check. Maar dat komt bij mij eigenlijk nauwelijks voor. De reden dat ik dit soort dingen doe, is dat ik echt andere ouders wil laten zien. Dat het echt goed komt. Want ook nu, hè, de ouders die ik nu lees op Facebook, die een kindje krijgen met CHT, ja, de roze wolk is wel verkleurd. En ook al zijn al die verhalen er, ik denk dat het fijn is voor ouders om ook CHT'ers te zien die volwassen zijn en die al die fases al gehad hebben. Om te zien, oh, het komt ook echt goed. Het komt echt goed. En zeker nu de behandeling veel eerder start dan in mijn tijd. En bij mij is het al zo goed gekomen, dus.
dan moet het nu helemaal goed gaan werken, zeg maar.